Hey, als middelbeursbedrijf, we gaan nu naar Vlissingen. Jullie dekken heel Walcheren, hè? Heel Zeeland. Wat gaan we doen hier? Wat is er vandaag hier voor kus? Onze chauffeur en onze monteur is hier bezig. En we zijn vloer aan het leggen. Oké. Gordijnen aan het opvangen. Vanuit ons filiaal Vlissingen wordt er een bed gemonteerd. Ja, dus jullie werken daar gewoon met alle vestigingen eigenlijk samen? Ja. Dus, mensen zijn bij ons in de winkel geweest en goed, kwamen bij ons binnen van bezoekervloeren, bezoekergordijnen. We hebben een appartement aan de boulevard. Dat willen we graag ingericht hebben. Ja, want deze flat, de beste ver, zei ik net. Ja, het is al een redelijk, oud complex. Hè, het is een oud complex. En ja. Toen ik hier binnenkwam, ja, lagen er ook allemaal verschillende vloeren in. Het was allemaal oud en mensen wilden graag een eenheid in vloeren. In de slaapkamer wilden ze heel graag lekker tapijt, zacht aan de voeten. Dus, maar het gaat er zo, hè, want deze mensen die hadden eerder aan de boulevard gewoond, maar die hebben dit als nieuw appartement. Ja. Maar die komen dan bij jullie en in principe doen jullie dan van het strippen tot het hele aankleden, dat doen jullie? Ja, we hebben afgesproken dat wij daar de vloeren eruit haalden, dus dat hebben we een week geleden gedaan. We zijn de vloeren eruit gehaald, klinten, zijn allemaal verwijderd. De rails zijn allemaal verwijderd, wat oud was. Er komen binnenkort hier ook nog wat rolgordijnen allemaal te hangen. Dus dat gaan we... Die jij natuurlijk heel vaak gewoon open blijven, want ja, je komt ze toch voor het uitzicht, hè? Uiteraard, dat zijn wel rolgordijnen waar je omheen kan kijken. Met een speciale techniek. Het is een laminaat? Of het is een PVC-vloer. Oh, PVC, oké. Okay. Ja, op een kliksysteem met een kurk onderlaag. En dat betekent dus dat voor het geluid naar beneden. Maar je hoeft in het appartement tot 10 dB. Dus dan moet je zorgen dat er een vloer in ligt die dus voor de onderburen geen last geven. Nou, dat hebben we dus nu gedaan. En goed, we zijn nu. Dat is ook weer een stukje service wat we doen. De prins van de keuken even netjes inkorten. Ja, ik zie daar wat benen uitsteken van. Ja. Ja, want dat zei je net, want net waren jullie aan het vergaderen in Middelburg, maar er zat ook je broertje, die voorheen in de lange file zat in Middelburg. Ja. En die zit nu in de. Maar die regelt dan het slaapgedeelte eigenlijk. Ja, in Vlissingen hebben we ons slaapgedeelte. Ja. Ook een stuk woninginrichting, maar daar hebben we vooral ons slaapgedeelte. Dus goed, in het gesprek wat ik voerde met de klant. Goed gaan ze ook aan van ja, goed, we moeten nog beter, we moeten nog zo. Dus ik zeg nou, die hebben we ook. Doen wij ook allemaal. In ons filiaal naar Vlissingen. Ja. Nou, mensen zijn naar Vlissingen gegaan en er wordt een mooie boxspring uitgekozen. Die we nu ook geïnstalleerd hebben. Dus dat is gewoon een combinatie die we maken. Dus dat kan ook. Nou, dat is mooi. Dus, gaan we die ook nog even bekijken? Ja, hier wordt netjes even de plint eronder gemaakt. Maar dit is de plint onder de keuken, want de keuken, de keuken hebben jullie niet. Nee, die stond er al in, dus goed, dat is ook niet onze business. Dus. En hoeveel medewerkers hebben jullie eigenlijk in totaal? Wij werken met 4 medewerkers. Dus, oké. Okay. Onze monteur, Edwin, onze stoffeerder. Dan hebben we nog in Miranda in Middelburg in de winkel, Ina in Vlissingen. En ja, Jeroen en ik samen. Ja. Dus, ja, lekker klein team, maar... overzichtelijk, korte lijntjes. Ja, korte lijntjes. Ja, deze hebben jullie net gelegd ook. Ja, en dan worden dan morgen ook de plinten nog ingezet. Nou, we zitten strak in, hè? Ja. Mag ik erover lopen? Ja hoor. Maar ik ben natuurlijk ook even benieuwd. Het is dan wel geen Middelburg, maar ik ben toch altijd dol op achterkanten. Ja. En mooie uitzicht. Kijk, je zit toch de Lange Jan, hè? Er zit nog wat zand op van afgelopen zondag. Ja, maar, ja je zit zeker. Kijk, recht vooruit de Lange Jan. Ja, malle bedje. Even inzoomen. Alles veilig mensen. En ook hier hebben we weer tapijt gelegd. En we hebben een hele mooie boxspring neergezet. Die is gewoon helemaal klaar voor gebruik. En straks komt er hier nog een rails te hangen met gordijnen. Die hebben de jongens bij zich, dus die gaan ze monteren. En we hebben voor de klant ook de kast, die stond eerst daar, maar die hebben we nu naar deze kant gezet. Dus ook netjes neergezet dat hij precies op de plek staat waar de klant hem wil. Maar eigenlijk komt het op neer dat als jullie klaar zijn, dan zijn mensen, ja dan moeten ze natuurlijk de meubels en zo er nog in zetten, maar zijn ze gewoon klaar om te wonen? Ja, ja. Gewoon het totaalpakket, stofzuiger ook nog. Stofzuiger, we nemen alle rotzooi altijd mee en het wordt gewoon netjes geïnstalleerd. En ja, goed, soms worden zelfs de vloeren nog even gedweld om het allemaal netjes te maken. Hey, maar wat is jouw grote rol? Want meestal sta je in de zak, maar ik hoorde je net ook zeggen dat je gaat zometeen ook nog wat opmeten ergens bij een andere klant. Het is dus zo dat ik voor de twee winkels al het meetwerk doe.
advieswerk bij klanten. Dus hier ben ik ook geweest met Stalen en samen met de klant gekeken wat is de mooiste kleur. Dat doe ik 3 dagen in de week, dus ik ben echt 3 dagen in de week onderweg. Okay. Op de woensdag ben ik altijd in de winkel in Middelburg en op de zaterdag ook. En dat is altijd de leukste dag van de week. Want hoe lang zit jij nou eigenlijk al bij het bedrijf? Blankenburg is echt een familiebedrijf. En ja, jullie hebben het met z'n drieën overgenomen van je vader, mensen? Twee? Nee, mijn opa is ooit begonnen. Ja. Toen is mijn vader doorgegaan met een broer van hem. En toen is een beetje uitbreiding gekomen. En ik heb het ooit van mijn vader overgenomen. Jeroen, mijn broertje, is daarbij gekomen. En ja, goed, ze bestaan meer dan 75 jaar. Ja, het is niet exact te achterhalen hoe lang. Dus we gokken het een beetje. Ja. Maar goed, het is wel een hele geschiedenis. En we zijn er trots op. We hebben een mooi bedrijf. En we zijn heel blij met onze medewerkers. Mensen die echt in hun vak bestaan. En die ook echt weten wat ze doen. Het is absoluut mooi. Het is gewoon prachtig hier om te wonen, ja. Dus, Nee, we maken geen onderscheid. We zijn echt een walvisbedrijf. Ja. Maar ook buiten Zeeland. Ja, ook okay, ja. Klant in België, klant in Rotterdam. De overkant komen we ook al regelmatig. En Schouwen-Duiveland. Dus we komen echt wel overal. Dus Blankenburg, wonen en slapen staat gewoon als een huis. Staat als een huis, nou, absoluut. Dat is goed om te horen. Dankjewel voor je toelichting. En ga lekker meten. Dan ga ik weer terug naar Middelburg. Dat is goed. Ligt er strak in hoor, heren.